Een groep jongeren probeert nog even snel over te steken om hun trein te halen. Een van de jongens struikelt en wordt bijna door een trein geraakt. Hij heeft geluk en raakt alleen licht gewond. Maar hij is er nog niet vanaf. ProRail heeft aangifte gedaan tegen de groep jongeren. We gaan dit vaker doen, want we hebben ons beleid aangescherpt. We willen dit soort gedrag gewoon niet zien op overwegen. Het kan echt veel erger aflopen dan dat dit incident is afgelopen. We willen het gewoon niet meer zien. Dus nog even snel onder een gesloten spoorboom duiken om de trein te halen, wordt voortaan strenger aangepakt. Nou, dat is heel verstandig. Ja, waarom? Nou, het kost hun leven en dat is niemand waard. Mijn buurman is hier dood gereden, hoor. Oh, wie smaakt je niet kwaad? Ja, uw buurman is hier dood gereden? Ja. En hoe kwam dat? Ja, niet opgelet, hè. Het ging nog wel even. Kunt u die aangifte terecht? Ja, dat het heel onverstandig is om dat te doen. En dat je iedereen in gevaar brengt en ook de machinist, die krijgt ook de stuipen van dat soort dingen. ProRail schreef in 2014 bijna 800 bekeuringen uit bij overwegen. Nu wordt er dus ook aangifte gedaan om de mensen bewust te maken van het gevaar. Of het dit soort roekeloos gedrag gaat stoppen is nog maar de vraag. Het spoorboom te proberen over te komen, dat is gewoon stomheid. En de aangifte doet niks tegen stomheid.